In Beringen is burgemeester Morris Webers verontwaardigd dat twee inbrekers die de afgelopen dagen opgepakt werden, alweer op vrije voeten zijn. Volgens hem zorgt dit voor een groot onveiligheidsgevoel in zijn stad. Procureur Guido Vermeire toont begrip en maakt van inbraken een prioriteit. Hij belooft dat iedereen vervolgd wordt. Maar dat opgepakte daders langer in de cel blijven, dat kan hij niet beloven. Wij zijn dus aan het vechten tegen de inbraken, bijna letterlijk en figuurlijk. En ik zou dus echt vragen aan justitie, aan de rechters, om hier wel begrip voor te tonen. En ook in te zien dus dat die mensen moeten vastgehouden worden en niet zomaar los te laten. Morris Webers, burgemeester van Beringen, is gefrustreerd. De afgelopen dagen kon de politie 3 inbrekers oppakken, maar nog geen 24 uur later werden ze weer vrijgelaten. Ook de overvaller die vorige week deze bakker in Paal overviel, dreigde snel vrij te komen. En daar is toch wel protest gekomen van verschillende mensen, ook vanuit de politie. En dan is men daarop teruggekomen, dus die man is nu wel aangehouden. Maar ook die had men dus willen vrijlaten. En dat kan er bij mij absoluut niet in. Iemand die een overval pleegt, kan me niet laten lopen. Dat gaat niet. Het parket van Limburg begrijpt de frustraties, maar benadrukt dat ieder geval apart bekeken wordt. Zo worden kleinere criminelen sneller onder voorwaarden vrijgelaten. Georganiseerde bendes, die meestal vanuit het buitenland opereren, worden strenger aangepakt. En als zij de afweging maken, de winst die zij kunnen maken en het risico dat zij lopen, dan denk ik dat wij zo hard moeten straffen dat ze weten dat dat risico bijzonder groot is. En die mensen komen dan ook niet vrij in afwachting van hun proces. Maar dat is geen beslissing van het parket. Dat is de raadkamer die daarover beslist, meestal in het kader van de voorlopige hechtenis of de kamer van inbeschuldigingsstelling. Morris Webers wil dat het onderscheid verdwijnt en eist dat iedere inbreker even streng behandeld wordt. Want hier zijn slachtoffers gemaakt. En of dat nu een criminele bende is of iemand die bij u in de straat woont, er is een inbraak gepleegd, er zijn dingen ontvreemd. Niet alleen dat, maar er is een vreemde persoon in uw huis geweest. En ik denk dat men daar eens moet stilstaan. Dus de mensen zijn allemaal slachtoffer en dat we veel strenger moeten ingrijpen op die daders die dan toch wel gepakt worden. Iedere inbreker onmiddellijk opsluiten is praktisch onmogelijk volgens Vermeire. Maar hij heeft een duidelijke boodschap. Dat alle woninginbraken vervolgd worden. Dat is een absoluut principe. Het is ook een nationale prioriteit.